dat slavenschip is. Toen ging opeens het luik open. Boven in de opening stond een dikke zwarte man. Hij riep dat ze naar boven moesten komen. Alle vrouwen drongen naar het trapje en klommen zo snel als ze konden naar boven, waar ze enkele ogenblikken verblind waren door het schelle daglicht. Toen de Toeba's ogen wat aan het licht gewend waren, zag ze dat er overal om hen heen water was. Ze stond vol verbazing te kijken. Wat was dit voor vreemd schommelend bouwsel waar ze op waren? En wat ging er nu gebeuren? De dikke man bracht ze langs een smalle gang naar een plek op het dek. Daar stonden al honderden mannen bijeen, twee aan twee aan elkaar geketend. Zoveel mannen had Tutuba nog nooit bij elkaar gezien. Overal naakte zwarte mannen dicht op elkaar. Er waren hier meer mannen dan er mensen in haar dorp waren. Naakte mannen met afhangende schouders en neergeslagen ogen. Wat waren dit voor mannen? Wie waren deze mannen? Tutuba was eraan gewend dat alle mannen altijd stoer en heldhaftig deden. Ze dacht even aan het gedrag van haar broertjes, wat het normale mannelijke gedrag was. Maar dat bestond niet meer bij deze mannen. Ze stonden op elkaar geperst als een hoop ellendige, treurige wezens. Een grote hoop vernederde wezens. Ze waren geroofd, murrel geslagen, mishandeld en bovenal vernederd. Alles was ze ontnomen. Mannelijkheid, stoerheid, waardigheid, ze waren onmenselijkt. Ze ontdekte in de groep een paar die hardop scholden. Weer een paar die zich met gebalde vuisten op de borst sloegen en met de voeten stampten zodat de kettingen rinkelden. Maar de meesten lieten het hoofd hangen en prevelden zacht voor zich uit. Gebeden misschien? Tutuba begreep dat dit de mannen waren die ze had zien liggen. Ze probeerde er enkele in het gezicht te kijken, de ogen te zien. En toen dat lukte, zag ze ogen zo vol verdriet en wanhoop als ze nog nooit bij een man had gezien. Er liepen en stonden ook overal witte mannen, gewapend met knuppels en vuurstokken. De een nog lelijker dan de ander. Een paar hadden gelig touw haar, weer anderen hadden bruinig haar en bijna alle hadden een vreselijke lelijke mond waarin geen mooie witte tanden zaten, maar gele, groenige en soms ook zwart afgebrokkelde stompjes. De witte renden en schreeuwden en deden alsof ze het vreselijk druk hadden. Tutuba wilde niet meer kijken naar die zwarte mannen die daar zo hulpeloos en vernederd stonden. Ze keek bewust naar boven, naar de lucht. Ze begreep niets van dat vreemde bouwsel waar ze op waren. Maar er waren lange palen en daaraan hingen klapperende witte doeken. Overal hingen touwen. Het vreemdste was dat het bouwsel vooruit ging. Het schommelde en het stampte. Soms was het opeens hoog in de lucht en dan was het opeens weer beneden en leek het water daaromheen erboven te zijn. Een paar witte mannen hezen emmers water naar boven. Dat werd uitgegooid over de zwarte die zich moesten wassen. Tutuba dacht dat het vast aangenaam moest aanvoelen. Ook zij wilde zich vreselijk graag wassen en ontdoen van al die smerigheid die nu aan haar kleefde. Toen zag ze hoe een paar witte met veel lawaai met twee bakken kwamen aanschuiven. De bakken werden tussen de zwarte mannen geduwd. Van waar ze stond, kon ze niet zien wat er in de bakken was, maar later begreep ze dat het eten moest zijn. Een witte deelde halve uitgehaalde kokosnoten uit en beduidde dat de mannen uit de bakken moesten scheppen en eten. Opeens was er een tumult. Een zwarte had een halve lege noot gekregen, waaraan van onder een punt was. Voordat de witte erop bedacht was, had de zwarte de punt diep in het gezicht van de witte gestoken en zijn hele wang opengehaald. De man schreeuwde en liet de kokos komen vallen terwijl hij zijn handen voor zijn gezicht hield. De zwarte man haalde nog een keer uit en sloeg hem met de halve kokoskom op het hoofd. Maar direct daarna was er een andere witte die de aanvaller met knuppel te wilde slaan. De aanvaller greep de knuppel, hield die met beide handen stevig vast, rukte eraan en toen de witte niet losliet, beet hij die witte zo hard in de hand dat die het uitvulde van pijn terwijl het bloed van zijn hand droop. Twee witte stormden op de zwarte af. Die had nu de knuppel en begon daarmee op de witte te slaan. Omstanders schreeuwden. Een paar zwarten kwamen rinkelend bij de ketting aangeschoven om de zwarten te helpen. Maar meteen klonk een schot.
Een witte had met een vuurstok geschoten. De vechtende man lag op de grond. Bloed stroomde uit zijn borst. Hij schreeuwde en roggelde. Opeens was het een witte die met zijn vuurstok naar voren kwam. Die gaf nog een schot, recht in de borst van de zwarte, die even in een soort stuiptrekking omhoog ging. Toen lag hij stil. Twee witte mannen pakten de man op, ze hielden hem allebei onder de arm en sleurden hem naar de reling waar ze hem overboord gooiden. Een plons, het was voorbij. Een andere witte ging nu verder met het uitdelen van de kokoskom. Nou, om goed te laten zien dat het op dat schip twee totaal verschillende werelden zijn, is er elke keer een hoofdstuk waar we zijn in het hoofd van Tutuba, dat je dus ziet vanuit het perspectief van Tutuba, en daarna is er een hoofdstuk vanuit het perspectief van de kapitein van de boot, kapitein Oudjes. Ik lees nu even een stukje van kapitein Oudjes. Kapitein Oudjes zat in zijn kajuit en schreef in het logboek. Een klop op de deur deed hem opkijken en binnenroepen. De deur ging open. In de deuropening stond de onderstuurman Klaas Jansen en achter hem een matroos van wie Oudjes de naam nog niet wist. Eén dode te rapporteren, kapitein, zei de onderstuurman. Wat? Nu al? Een dag geleden vertrokken? Hoe kan dat? Er zijn toch alleen gezonden ingeladen, zei de kapitein ontstemd. De stuurman draaide zich naar de matroos en zei, vertel opdraaier. De matroos sprak stotterend. We hebben er één moeten neerschieten, kapitein. Een kerel greep een etenspakje. Verwonde twee matrozen kregen een knuppel te pakken waarmee hij tekeer ging. Om hem te stoppen moesten we schieten. De groep werd al onrustig. Het had opstand kunnen worden. Opstand willen we niet. Maar doe je ook niet. Scherper opletten. Laat de bombas hun werk goed doen, mopperde de kapitein. Heb je het merk gezien voordat je gooide? De matroos keek vragend naar de stuurman. Merk, zei hij. En toen, WIC natuurlijk, West-Indische Compagnie. Ze zijn toch allemaal van de compagnie? Ja, natuurlijk, West-Indische Compagnie, zei de kapitein. Oké, wegwezen. De matroos ging weg. En de stuurman wilde de deur dicht doen. Maar de kapitein vroeg, alles verder in orde? Waar heb je de jongens gelaten? Toch niet in het ruim? Nee, kapitein, die zijn op het achterdek, bij de vrouwen. U weet wel, vrouwen. Dat is goed, zei de kapitein. Die zullen vast als moeders voor ze zorgen. Onderstuurman Jansen deed de deur dicht en ging weg. Kapitein Oudjes keek even stil voor zich uit, nam een schoon blad papier en schreef. Vertrokken van Elmina op 19 november 1737. Lijst van overleden slaven. 20 november. 1. Hij schreef erachter WIC. Dacht even na, streepte de WIC door. Het hoefde er niet bij, dacht hij. Weer wachtte hij even en schreef toen. Aan opstand gestorven. Dat moest er wel bij. Want van alle overledenen moest de doodsoorzaak worden vermeld. Nou, en dan ga ik nu een klein stukje voorlezen van waar Tutuba in Suriname is. Huh? Nou, zij heeft het dus overleefd. Huh? En ja, er zijn hele erge dingen met haar gebeurd. En op het eind, nou ja, daar is ze op die plantage. En eerst, ze wordt ondergebracht bij de Creole mama. Ja? En die Creole mama vertelt er dan wat het allemaal hoe het daar is. Die Creole mama is zelf ook. Zoveel jaar geleden, ze weet niet eens meer hoe lang geleden, is zelf ook geroofd en
is ze daar terecht gekomen. En Creole mama, ja. Het is een zondag. Ze weet al, op zondag werken de mensen niet. En die Creole mama heet Sasa. Sasa heeft er verteld, zondag is de dag waarop er niet gewerkt wordt. Wat gebeurt er dan? Ach, die witte gaan ergens naartoe, waar een van hun, gekleed in een heleboel zwarte lappen, heel lang staat en praat en een heleboel dingen zegt. En daarna zingen ze treurige liederen. De kerk. En, maar het is een zondag waarop de grote missie, de biggie missie, is gekomen naar de plantage. En ze gaan allemaal een naam krijgen. Toeba zegt, ik heb een naam. Ik heet Toeba. Ja, zegt Sasa. Maar de missie geeft je een naam die zij wil. Nou, en dan gaat ze dus naar het huis. Hè? Ze wordt gebracht. En ze komt dus bij het achterterras van het huis. De deur van het huis stond open. Toeba vroeg zich af wat er in dat grote gebouw was. En probeerde naar binnen te kijken, maar ze zag eigenlijk niks. De basha's liepen langs de groep slaven en vertelden dat de missie ze zou toespreken. Wanneer dat gebeurde, moest de slaaf sakafasi zijn, nederig zijn. De ogen neerslaan en met de voeten schuiven. Ze moesten ook voor alles netjes bedanken door tani missie, dank u missie te zeggen. Toeba hoorde het, maar ze begreep er niet veel van. Toen kwam een vrouw naar buiten. Hoewel Toeba nog nooit een witte vrouw had gezien, begreep ze meteen dat dit een vrouw moest zijn. Ze had veel lappen stof om haar lichaam, die om haar heen deinde terwijl ze liep. Ze ging aan de tafel zitten. Ze keek naar iets dat op de tafel lag. Ze sprak met de witte man en lachte even. Toen riep ze iets en er kwamen twee kleine meisjes naar buiten gehuppeld. Die hadden ook van die deinende lappen om het lichaam. En ze hadden lange gele haren die als touwtjes op hun rug hingen. De witte man stond op. Hij liep naar het stoeprand en hij begon te praten. Toeba had moeite hem te verstaan. Maar ze begreep wel dat hij zei dat de grote missie hier was. De directeur zei toen iets tegen een opzichter die aan de basha zei dat hij de mannen naar voren moest halen. Een basha trok een zwarte man naar voren. De missie keek heel even naar die man, zei iets tegen de directeur, die iets deed met een stokje. Hij schreef namelijk, hè. De opzichter riep hardop tegen de zwarte slaaf die naar voren gehaald werd. De missie zegt dat je naam is Brutus. Hoe heet je? En de slaaf moest herhalen. Brutus, mina Brutus, tani missie. Hij moest dan een buiging maken naar de missie en terugstappen. Alles moest gebeuren met het hoofd gebogen, neergeslagen oven en de slaaf moest schuifelen met de voeten. Eén voor één werden de mannen naar voren geduwd en hoorden ze hun nieuwe naam. Er waren namen als Darius, Jupiter, Willibrord, Berend enzovoort. Als de slaaf niet nederig genoeg zijn ogen neersloeg, sloeg de basha met de zweep en riep hij, Sagafasi! Toeba keek naar de grote missie. Ze had een fijn gezicht. Niet zo ruw als dat van die witte mannen. En ze keek ook vriendelijk. Ze lachte heel vaak. Vooral wanneer ze even iets tegen die kleine meisjes zei die met bengelende beentjes op de grote stoelen zaten. Dit was vast een aardig mens, dacht ik toen. Zou ze misschien kunnen begrijpen hoe vreselijk het voor haar was om hier te zijn en dat afschuwelijke zware werk te doen? Misschien wist deze vrouw niet eens wat voor vreselijke dingen al deze mensen hadden moeten doorstaan. Wat als ze het nu hoorde? Kon Toeba misschien heel even iets tegen te zeggen? Nu waren de vrouwen aan de beurt. De grote missie stond op en liep zelf naar de stoeprand. Ze stond heel dicht bij de slaven en keek van boven naar ze. De vrouwen werden één voor één naar voren geduwd. Ze kregen namen als Julia, Helena, Sarah, Esther. Alle stonden met gebogen hoofd, hielden de ogen neergeslagen, maakte een buiging en zei de zacht, tani missie.
Ndongo kreeg de naam van Venus. Terwijl ze terugliep, herhaalde ze zachtjes: Venus, Venus. Het was nu de beurt van Tutuba. Ze stapte naar voren. De missie begon te praten. Ze zei: jij bent Minerva. Tutuba's hoofd was niet gebogen. Ze sloeg haar ogen niet neer. Ze keek omhoog. Ze keek de vrouw recht in het gezicht en zei: missie, ik heb al een naam. Ik heet Tutuba. Ik moet het eigenlijk in het Surinaam zeggen. Missie, mi apua nenkeba, mina Tutuba. Zeer verbaasd en met gefronste wenkbrauw deed de missie een stap naar achter, terwijl ze riep: wat is dit? Meteen voelde Tutuba een striemende zweepslag op haar been en daarna op haar schouder, terwijl de Basha brulde: Sakavasi, Sakayuai. Een van de bosnegers kwam naar voren, roepende: zweep, Basha! De Basha hief zijn zweep weer, maar Tutuba had haar hoofd al gebogen, de ogen neergeslagen en schuifelde met haar voeten. De missie zei: wat een brutale. Ik zei: jij bent Minerva. Tutuba herhaalde: mina Minerva. Kan je missie? Ze maakte een buiging en stapte terug. Tranen liepen over haar wangen. En naast haar fluisterde Ndongo: ik ben Kantonso. Na de ceremonie van naamgeven ging de missie weer naar binnen. Een van de opzichters ging naar binnen en kwam naar buiten met een stapel panjes. Iedere man en vrouw kreeg vervolgens een panje. En weer moesten ze met een buiging zeggen: panje missie. Daarna ging de missie met de meisjes naar binnen en mocht de groep naar het dorp teruggaan. Bij Sasa's hutje aangekomen, ging de kreupele man met Sasa praten. Tutuba hoorde niet wat hij zei, want hij fluisterde. En Sasa knikte hevig. Maar het meisje wist echter precies wat hij vertelde. Toen hij weg was, riep Sasa haar bij zich. Welke soort naam kies je? Welke naam kreeg je, vroeg ze. Minerva, zei Tutuba. Maar zo heet ik niet. Ik heet Tutuba. Voor mij zal je altijd Tutuba blijven. Wees maar gerust. Kijk, de missie noemde mij Louisa. Maar iedereen zegt Sasa. Het is goed hoor. Maar dat andere meisje, dat vind ik moeilijk. Je moet dat echt wel leren. Wat moet ik leren? Vroeg Tutuba. Je moet Sakavasi zijn. Maar waarom moet ik Sakavasi zijn? Ik zal dat nooit zijn, zei het meisje opstandig. Sasa zei hoofdschuddend: ach meisje, maar zo democrat dan. Ze willen dat wij Sakavasi zijn, want ze denken dat ze nou echt de baas over ons zijn. Ndongo was naderbij gekomen en zei: Isap zei dit, weet je waarom? Omdat ze eigenlijk bang zijn voor ons, in vrede om. Tutuba zei verder niets. Ze zat de hele tijd zwijgend voor zich uit te kijken. Toen zei ze: ze pakken onze naam af. Ze hebben ons lichaam aan, want met ons lichaam moeten we voor ze werken. Maar zo, met het nederige gedoe, willen ze ook onze ziel. Waarom moeten ze onze ziel ook hebben? Zat dit in wanhoop kraam? Is het lichaam niet genoeg? Sasa, zeg me, komt er ooit een einde hieraan? Hoe lang nog? Hoe lang nog? Asandis Nokba. Sasa keek naar het meisje dat als een hoopje ellende voor haar zat en antwoordde zachtjes: nono mitjing, lange ete. Maar zo soort woord op dede kan poeren. Alleen de dood kan ons bevrijden. En zo eindigt het boek. Dan hoop ik dat u het met veel genoegen zal lezen. En zich realiseren dat dit ook de werkelijkheid is. Iemand vroeg aan mij: mevrouw, alles wat in het boek staat is waar. Ik zei ja. En heeft de Tutuba ooit bestaan? Is het echt waar? Was de Tutuba? Ik zeg: meneer, u weet duidelijk niks van slavernij. Slaven werden niet met naam ingeladen. Dus. Hè? Maar goed. Oké. Nou, ja, dit is dus, ja, als Leo Balaya niet was geweest met zijn onderzoek, dan was dit boek er natuurlijk ook niet. En als Leo Balaya niet zo'n schat van een man was, die had gezegd, natuurlijk zeker, van ganser harte, doe het, dan was dit boek er niet. Dus, alles
Dit hele boek en alles is te danken aan Leo Balai. De geboorteversie, de paperbackversie en de Engelse versie. Alle drie. Ik wil nog, voordat ik Cynthia heel hartelijk bedank, u heeft daar net gehoord, de meeste van u kennen Cynthia. Ze vertelt het verhaal van hoe ik akkoord ging met het verhaal over Tutuba. Wat ze niet erbij vertelt, is dat we daar in dat hotel in Paramaribo zaten en ze vroeg aan mij of ze dat boek mocht gebruiken als ondergrond voor een verhaal. En ik zei, waar gaat het verhaal dan over? Toen zei ze, er was een meisje op dat schip, Tutuba. En toen vertelde ze een verhaal en toen zei ik, Cynthia, natuurlijk moet je dat zeggen, dat is geschiedenis. Zo schrijf je geschiedenis. Je bent gewoon ja? En vanaf dat dit bekend is geworden, heeft Gerda Dudehoven, de directrice van Radio 10, die heeft mij uitgenodigd om te komen naar de radio en dit te vertellen. En Gerda was zo geïnteresseerd. En later vertelde ik aan Gerda dat de presentatie van het boek in Nederland zou zijn op 18 september. En dat de première van de film zou zijn in Nederland op 25 september. En toen zei Gerda, mijn gunst Cynthia, ik zal zorgen dat ik dan in Holland ben. Want ik moet al deze geweldige dingen meemaken. Hè? Maar Gerda Dudehoven is speciaal naar Holland gekomen om hier bij alles te zijn. En Gerda Dudehoven heeft in haar radioprogramma's, want ze is directrice van Radio 10, ervoor gezorgd dat dit verhaal ook allemaal bekend werd. En ik vind het zo fantastisch dat ze speciaal hiervoor naar Holland wilde komen. Dat ik Gerda ook een setje boeken graag wil geven. Waar is Gerda? Kom. Nou, lieverd. Cynthia heel hartelijk. Natuurlijk ben ik heel erg geëmotioneerd. En Cynthia weet ook wat me 6 maanden geleden overkomen is. Ik ben van de ene op de andere dag weduwe geworden. En Cynthia heeft me erg ondersteund. Ja, dat is een beetje met ik bedank Cynthia heel hartelijk. En dit is geschiedenis. Blijft voortleven. Dank je wel. Met hapjes en drankjes, hoor. Ik zei dus, ik sluit erop af. Ja.